willen gaan doen. En ja, ik weet niet, ik vind het wel iets hebben. Dus ik ga die gast even bellen. Dat is wat ik vroeg, dus ik weet niet of hij opneemt. Met Maarten. Maarten, goedemorgen met Bas. Hey, goedemorgen, hoe is het? Je bent al wakker, joh. Ja, je moet soms als feestdj ook even vroeg uit de veren. Jij hebt je gisteravond gedraaid? Oh man, het was een avond. Nee, we stonden in een heel klein kroegje. Ja. En ik zou eigenlijk op tijd klaar zijn, maar ja, het was een beetje uit de hand gelopen. En ja, ik ben onderweg alweer heel vroeg ja, in de trein. Ja, maar, dus, ja. Maarten, loopt het ooit niet uit de hand bij jou? Dat zijn weinig avonden dat ik niet uit de hand loop. Dat wou ik zeggen, ja. Hé hey, Maarten, mooi, ik dacht ik bel je even, we zijn op de radio momenteel, ik bel je even terug. Ja. Over het berichtje wat je mij gestuurd had. Want ook dat gaat uit de hand lopen, heb ik het idee. Ja, nou ja, goed. Ik heb geen idee wat ik me ervan moet voorstellen. Dus ik dacht, ik bel er even achteraan. Vertel, wat zijn je plannen? Ja, nou, ik zag inderdaad iets voorbij komen. Wat jij gedaan had met Snappy, met de krokodil. En ja. Nou ja, dat hele verhaal, de mensen hebben het kunnen volgen. En toen zag ik daar allemaal reacties van luisteraars van... Hé, hey, wat leuk, wat gezellig, en je moet carnavalsmuziek gaan maken, wanneer ga je plaatje opnemen? En, nou, komt natuurlijk de carnaval eraan. Ik dacht, weet je wat, ik neem Bas even mee naar de studio en wij moeten dan naar de studio in. Als jouw luisteraars vragen om een carnavalsplaat, dan moeten we die erop gaan nemen. Dus de vraag was letterlijk, Bas, ga jij mee een carnavalsplaat maken? Ja, dus vol verwachting klopt mijn hart om te kijken of hij ging reageren. Of dat je dacht, ik doe net alsof ik dit berichtje niet gezien heb. Nou, ik heb zitten twijfelen, moet ik zeggen. Maar ik denk dat ik voor het eerst in mijn leven wel eens ga toehappen op zoiets. Ik ben wel heel benieuwd. Heb je al plannen en zo? Of moet ik echt nog mee gaan schrijven? Ik verwacht natuurlijk wel ook voor jou nog een stukje eigen initiatief. Kijk, ja. Ik heb een superleuk idee waarvan ik denk, nou, volgens mij... Dat gaat zeker lukken. En daar ga je nog niks over zeggen, of wel? Daar ga ik nog niks over zeggen. Nee, daar was ik al bang voor. Nee, het is niet alleen voor jou een verrassing, maar we moeten natuurlijk ook de luisteraar toch een beetje in het geweten laten. Ja. Maar het wordt echt leuk. En wanneer, ik heb geen idee joh, het is in februari is het pas carnaval. Wanneer ga je zoiets maken? Wanneer ga je de studio in? Ja, wanneer zou jij kunnen? Kijk, ik zat zelf te denken aan donderdag, maar dan hangt natuurlijk een beetje van jouw agenda af. Moet jij dat ook zo kunnen? Donderdag. Donderdag. Ja, dan moet ik even kijken hoor. Je moet er wel een beetje voor blokken, want we zijn wel een dagje zijn we ervoor kwijt. Maar dat wordt wel een ontzettend leuke dag. Dus moet ik dan goed bij stem zijn en zo? Ja, ook nog, want je moet meezien. Oh, neem je toeter in je fluit. Ga ik doen, joh. Donderdag, 8 december. Ik heb er maar in staan, Maarten. Ja, jij kan. Ik ben erbij. Oh, dat vind ik echt fantastisch. Dat vind ik echt leuk. Nou, superleuk. Hey Maarten, dankjewel. Ik ga je donderdag zien. Ja, en we gaan er iets moois van maken. Ik heb er super veel zin in. Ik zie je donderdag in de studio. Hoi. Hoi, hoi. Was ooit een wijze oude man, waarvan ik de naam absoluut niet meer kan herinneren, die tegen mij zei, Bas, je moet je grenzen verleggen. Nou goed, hè? Bij deze gedaan, wijze oude man. 538 is dit, al zou je het niet zeggen, hè? Met die carnavalzin. Maar... Goedemorgen, John Mayer hoor je nu. En Perfectly Lonely.